Ja, de bus is al weg, want die zat vol. En we gaan naar het provinciehuis in Arnhem om protesten in te dienen en onze petitie aan te bieden. Omdat we natuurlijk gewoon onze bus terug willen. Nou, ik verwacht dat het provinciebestuur ons zeker serieus zal nemen en de overweging neemt om een en ander terug te kunnen draaien. Ik sta hier met bewoners uit Aldehof. Die staan op de bus te wachten, de bus naar Arnhem. Ze zijn onderweg naar de provincie om daar meer dan 1500 handtekeningen aan te bieden voor terugkeer van een fatsoenlijke buslijn in de Aldehof. Ze zitten nu met een pendelbusje van maximaal 8 personen. Waarmee ze niet verder komen dan een busstation Dukenburg. We hebben de gemeenteraad in Nijmegen gelukkig al zover gekregen dat ze uitspreken dat Aldehof een fatsoenlijke bus verdient. En nu is de beurt aan de provincie. Oh, kijk. Hey, hoi. Hey. Cheers! Maar we willen u vooral aanbieden 1500 ondersteunende ansichtkaart en handtekeningen. Met een handdruk wil ik hier doorgaan. Ja. Ik heb vooral gehamerd eigenlijk op een eerlijkere herverdeling van de buslijn. Eigenlijk ook als voorstel dat we schriftelijk hebben ingediend bij de provincie. Ik was wel een beetje bang voor de reactie van mevrouw Biesen, want die hamert wel enorm op een alternatief maatwerkbusje. Maar het maatwerkbusje voldoet natuurlijk niet. En we hopen dat ze dan met ons voorstel serieus aan de gang gaat om weer fatsoenlijke buslijnen terug te brengen. Ik denk wel dat we een hele goede boodschap hebben afgegeven. En dat er ook wel naar ons geluisterd gaat worden. Het kan gewoon niet anders.